Helemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe video en vandaag laat ik mijn 10 dingen zien voor de zomer. En wat ik gewoon echt gebruik in de zomer, dus dat is super leuk. Dit zijn mijn 10 zomer must-haves, zomer dingen, zomer essentials. Dus laat weten wat ik, als ik iets vergeet of zo, laat weten wat ik al vergeet of zo. Dus ja, dat weet je. Laat weten. In de reacties. Goed, als eerst ga ik mijn bikinis laten zien en mijn kleding, wat ik ga gebruiken of wat ik laat zien. Zonnebrand, parfum, make-up, zonnebrillen en muziek. Dat ga ik ook laten zien, omdat ik heb mijn telefoon hier zitten, hier liggen. Dus dat laat ik ook gewoon zo lekker zien. Dus, als eerst dus bikinis, omdat laat dat gewoon lekker. Ik ga het gewoon lekker zien. Ik heb alles hier lekker opgerold. Goed, als eerste is mijn roze bikini. Dit is het broekje ervan. En dan is dit het bovenstukje van. Ik heb trouwens... Dit is mijn bikini. En ik heb gewoon best wel een roze bikini. Gewoon heel simpel roze. Het zit gewoon zo. En dan heb je gewoon zo. Dat zit gewoon zo. En dat is mijn bikini. Ik ga er heel snel doorheen, want anders duurt deze video echt een kwartier of zo. Dat is ook niet echt leuk voor jullie. En deze bikini is trouwens nog niet gebruikt, omdat er zit nog een prijskaartje aan. Kijk maar jongens, super leuk. Trouwens, deze is van vorig jaar van Hunkmuller. Deze is van dit jaar. Ik weet niet of deze nu nog te koop is. Ik hoop het wel, omdat deze vind ik echt super leuk. En hij had hem ook in een ander kleurtje, maar ik dacht van... Ja, die past me niet. Dus ik heb deze kleur gepakt. Maar deze is gewoon heel simpel. Roze met blauw en zo. Of oranje eigenlijk. En dan heb ik dus ook het bovenstukje hiervan. En deze ziet er dus gewoon zo uit. Zo laat ik hem gaan zien. En dat is deze dus. En ja, ik vind hem echt super leuk. En hier is hij gewoon een beetje zo. Dus dat is dus die bikinis. Dus dan mijn kleding. Wat ik ga laten zien in deze video. Anders, dat is het ding. Als er is een jumpsuit en dat, deze is gewoon van een markt of zo, weet ik het waar die vandaan komt. Volgens mij Spanje of zo, weet ik het. Met deze dus en met heel veel kleurtjes. En het is gewoon het is trouwens een playsuit. Ik zeg altijd jumpsuit, maar het is playsuit. Wat ik heb geleerd. Maar deze dus en het is heel veel kleurtjes. Ik heb surplus, vind ik wel leuk. En dat is die. Dan mijn korte broeken, wat ik gewoon lekker laat zien. Als eerst mijn witte en deze komt op de camera, ja, gewoon zo is die. En deze vind ik echt super leuk en deze is gewoon van de Vera Mode. Deze korte broek was 25 euro, dat weet ik nog, omdat ik had er een shoplog van gemaakt vorige week. Twee weken terug dacht ik. En dat is dus deze. En trouwens, sorry als deze video later online komt, omdat ik moest mijn hoes hebben, omdat ik had een verkeerde hoes besteld voor mijn iPad. Dus dat is ook lekker zien. Goed, deze is dan deze is. En deze is gewoon van de, ook van de Vera Moda. Maar ik had hem dus van de... Van de er staat Vera Moda in, maar ik had hem dus van de Stone. En deze ziet dus gewoon zo uit met een witte detail erop. En ik vind hem echt super leuk uitzien, dus dat zie je dus. Dan het leukste item van deze hele wereld is deze rok. Ik ben echt moeilijk met lange rokken, want ik ben best wel klein. Dat zag ik zelf. En bij mij zijn ze altijd te lang. Of ja, te lang eigenlijk altijd. En dat is dit bij deze dus niet. Misschien een heel klein beetje, maar het komt een beetje bij mijn enkels, zeg maar. Gewoon daar zo. En ik vind hem echt super leuk. En hij heeft ook een split, zoals je ziet. En dan zie je dus ook gewoon een beetje een stukje van je been. Trouwens, deze rokken zijn echt niet geschikt om te fietsen. Omdat ik ging eens een keer mee fietsen en toen ging het weer omhoog. Heel erg charmant. Maar deze is van de Forever 21, is die trouwens super leuk. En ja, dan dus make-up. Zonnebrand. Dat ga ik ook even laten zien, want dat is ook wel boeiend voor deze video. Als er dus deze. En dit is factor 30, want ik ben best wel wit zoals je ziet. En ik heb echt gewoon factor 30 nodig, of misschien factor 50 misschien wel. Deze dus. En deze is gewoon van Astrid Gold. En deze koop mijn moeder alleen als het aanbieding is. Heel leuk. En dat is dus deze fles gewoon heel simpel. Dus ja. En trouwens, ik heb altijd eigenlijk Kanye of Nivea of weet ik het. Met een spuit trouwens vind ik wel echt fijn trouwens. Echt heel boeiend. Maar deze is. Dan parfum. Ik ben best wel
fan van parfum, maar ik laat gewoon één zien. Dat is deze van Forever Victoria's Secret. En deze is de Total Attraction Troy Orchidee en Lily Blossom. Deze dus. Trouwens, ik ga nog een parfum laten zien. Wacht. Ik ga trouwens ook deze laten zien van Marc Jacobs. Dit is Daisy Dream Forever. En deze ruikt echt zo lekker. Ik heb trouwens geen parfum op gehad vandaag. Kom ik net pas achter. Ik spuit altijd hier zo en daar zo in. Ja. Maar goed, in ieder geval dus deze parfum. En hij ziet ook echt super leuk uit. En ja, ik moet gewoon veel meer parfum gaan gebruiken. Dus ja. Trouwens, volgens mij wat ik nu allemaal laat zien zijn geen 10, maar misschien 11. Maar goed, het zijn gewoon zomaar essentials. Dus ja. Goed, dan dus make-up. Ik ga trouwens de... Oh, wacht. Zonnebrillen. Oké, goed. Als er het zonnebril dus. En dat is deze van de Primark. En deze is gewoon heel simpel zwart. En die ziet er zo uit. Heel leuk. En dat is dus deze dus gewoon. En ja. Dus. Dan lipstiften. Make-up trouwens. Als eerste heb ik er twee van Essence. En dit is in de kleur 01 Coral Calling. En de kleur nummer 13 Love Me. Ik heb nummer 13 Love Me nu ook op. En het is een super mooie lichtroze kleur. En ik neem deze trouwens ook echt zeker mee op vakantie. Want ik ben echt. Ik vind lipstift echt zo. Echt super, super leuk. En dat is dus ook deze. En deze bijna op. Dus deze moet ik dus ook weer opnieuw gaan kopen. Want dit zijn echt gewoon mijn favoriete lipstift van Essence gewoon. Dus dat is die. Dan heb ik er nog eentje. En deze is van de HEMA. Dit is de HEMA Soft Matte Lip Balm. Kleur 06. En dat zijn dus gewoon deze. Dat is gewoon een koraal. Echt koraal kleur. Echt gewoon heel fel. En hij is gewoon lekker mat. En HEMA is echt super, super vet. Super fijn bedoel ik. Of super, ja, super fijn. Voor dus matte lipkleuren voor je gezicht. Of voor je lippen. Dan dus bronzer en highlighter, want dat vind ik ook wel leuk. Ik heb trouwens vandaag gewoon best wel hard gedaan. Sorry, maar dat is het zin met deze. Ik heb trouwens nu ook wel een nieuwe kwast gebruikt van Ethos, is die trouwens. Deze werkt echt super goed voor bronzer. Ik laat trouwens alleen deze zien. Ik heb de Catrice Primal Fine Professional Contouring Palette. En dus met een contour en een highlighter. Ik gebruik alleen de bronzer. En niet de highlighter eigenlijk, omdat ik vind die niet echt fijn en je ziet hem ook niet echt op mijn gezicht en die dus wel. Goed, en dan is een highlighter. Deze is van Catrice en dit is de High Glow Mineral Highlighting Powder in de kleur 010 Light Infusion. Ik laat het trouwens geen nagelijk zien, want ik draag het bijna nooit. Oh, ik laat het wel zien. Ik weet niet. Jawel, ik ga het wel laten zien. Oké, highlighter dus. En dat is, deze ziet er dus gewoon zo uit. Heel simpel. En dat is dus deze. Dan nagellak. En ik gebruik bijna nooit nagellak. Maar ik ga het gewoon wel laten zien. Als er een rode tint. Ik vind rood echt super mooi. Voor gewoon op je teennagels. Of gewoon. Deze is. En deze is van Gold Rose. Dit is de kleur nummer 26. En dat is echt heel fijn. Dan heb ik dus twee van Essence. Dit zijn de Color & Go Lines. En volgens mij heb je deze nu ook. Deze heb je nu ook met die gel nog wat. Die lijn vind ik niet echt heel fijn. Maar ik vind deze lijn. Deze blijft toch wel een beetje zitten of zo. En deze is in de kleur 0106 Free Hugs. En deze kleur, dus deze roze. En de nummer 169 Eindklop. Ik ga trouwens deze dadelijk opdoen, denk ik. Ik vind hem echt wel heel erg mooi. Dus ja. Dan was dit mijn make-up. Mijn hele video. Dan mijn afspeellijstje voor mijn muziek. Ik laat trouwens een liedje horen trouwens die ik wel leuk vind. Dus ja. Ik laat er twee zien. Twee horen. En dat is super leuk. Als eerst Be Brave door Road. En die vind ik echt super leuk. En dat is niet echt een zomers liedje. Maar ik vind het wel gewoon echt super leuk om gewoon te luisteren. En ik luister het trouwens gewoon met Playtube. En deze app is trouwens niet meer. Oh mijn god, mijn iPhone ziet er echt niet mooi uit. Deze app. Ik gebruik dus nu Playtube bijvoorbeeld, maar deze app is dus niet meer te downloaden of, ja, weet ik niet, maar deze dus. Deze liedje echt super leuk. Dan het volgende liedje en dit liedje is gewoon echt super leuk en gewoon echt gewoon mijn.
Waar staat die nou weer? Oh. Dat is trouwens meneer Polska en Teske samen. En dat is echt een superleuk liedje. Dus als jij dat liedje niet kent, luister het gewoon. En trouwens is deze clip. Dan was dit mijn video weer. Dus doe zeker dat blauwe duimpje omhoog. Als je het leuk vond om te zien. En dan zie ik jou weer bij mijn volgende video. Ik ga trouwens in de vakantie. Dus niet deze woensdag. Maar die woensdag daarop. Of misschien al deze woensdag. Weet niet. Ga ik weer gewoon op woensdag en zaterdag uploaden. En als het dan weer geen vakantie meer is. Ga ik gewoon weer op zaterdag filmen. Alleen uploaden. Want dat is gewoon weer veel beter. Gewoon lekker rustig en zo. En ja, misschien niet leuk voor jullie, maar het is wel iets beter, denk ik. Dus laat weten of jij of wat jij leuk vindt of zo. Of wat jij wilt zien voor video's. Dus laat zeker weten of ja, wat voor video's jij wilt zien op mijn kanaal. Dus doe dat zeker vooral. En dan zie ik jou weer bij mijn volgende video weer. Dus tot snel weer. Dus doei doei!